zonder gevaar. In het verleden is de rivier de Waal meerdere keren overstroomd, waarbij het hoogwater van 1995 bij velen nog vers in het geheugen staat. Maar hoe doen we dat anno 2017? Hoe beschermen we onszelf nu tegen het hoogwater? In de Bastijn willen we je uitdagen om dat zelf te ontdekken. En dat kan met een interactieve tool van Deltaris, de Sandbox. De Bastijn wil de Sandbox beschikbaar stellen voor een groot publiek, zodat iedereen kan leren wat de kracht van de rivier is. Help jij ons om deze unieke tool binnen te halen? In de Sandbox kan je verschillende ingrepen in de rivier simuleren. En je kan je voorstellen dat dit vrij belangrijk kan zijn. Voor een land waar je heel veel rivieren hebt, heb je dus ook bijvoorbeeld ruimte voor de rivier. Met de Sandbox kan je in het zand kan je ingrepen heel makkelijk namaken. Dus je kan bijvoorbeeld een dijkverlegging maken. En dan kan je ook met je handen die dijk doorbreken. En dan kan je precies zien hoe de stroming die langs de dijk, maar door de dijk heen gaat, naar het achterliggende land. Waar we normaal gesproken de Sandbox gebruiken om het aan professionals te laten zien, gaat ons team het nu verder ontwikkelen als een museumstuk voor de Bastij in Nijmegen. Dus spelenderwijs leren hoe stroming werkt. Het is echt een super tool. De Sandbox kan worden aangepast, zodat ook meer complexe vragen te behandeld kunnen worden. Het werkdesign op elk niveau. Het biedt voldoende interessant en uitdagend educatief materiaal, dus ook schoolgroepen kunnen ermee werken. Om deze bijzondere tool beschikbaar te stellen voor een breder publiek, zodat ook jij als watermanager aan de slag kan. Wij zijn in ieder geval blij met elke donatie, klein of groot.